Bedrijfsgeschiedenis in vogelvlucht. In 1924 kocht mijn vader Piet Zwinkels een bestaand bedrijf gelegen aan het water. Alleen per schuit, per fiets of lopend was het bedrijf bereikbaar. Alle benodigdheden, zoals kolen voor de ketel, meststoffen, materiaal voor nieuwbouw, plantgoed, moesten met de schuit worden aangevoerd. Het perceel was bebouwd met een woonhuis, 300 meter muurkas en zeven serres. Eén ervan werd later speelplaats voor de kinderen. Er was zelfs een binnensloot, zoals wij dat noemden. Die binnensloot roept bij mij vele jeugdherinneringen op. Als er ijs lag, gingen we er schaatsen met de hele buurt. Wij gingen peuren naar Paling op een mooie zomeravond... of vissen naar stekelbaarsjes met een wurmpje aan een omgebogen knopspeld... Ook de luiers werden erin uitgespoeld voor ze de was ingingen. En na een schropbeurt op de stoep gingen de klompen weer schoon in het rek. De oevers waren beplant met diverse soorten fruitbomen. Er was fruit in overvloed. Het achterste deel van de tuin was alleen over de plank of met de schuit bereikbaar. De producten naar de veiling brengen. Zoals druiven, perziken, pruimen en groenten vond ik altijd een aardige onderbreking van de werkzaamheden op de tuin. Als de bel op het dak klingelde, was dat een teken voor een pauze. Dan wisten niet alleen wij, maar ook de hele buurt dat het bij Pietswinkels schaftijd was of de koffieruim was. Vaak werd de koffie, of thee met witbrood en suiker, op de werkplek gedronken. De ontwikkelingen gingen snel. Muilkassen moesten plaatsmaken voor druivenserres. Het krenten van de druiven moest in korte tijd gedaan worden. Als het krenten van de druiven klaar was, werd traditioneel poffertjes gegeten. Druiven waren mijn vaders trots. Het ras Black Alicante werd meestal vanaf de boom verkocht en gingen met honderden kistjes rechtstreeks naar de koelcel. In 1960 heb ik een deel van het bedrijf overgenomen. De oude schuren werden met de hand gesloopt om plaats te maken voor een tweede woning. Na het sluiten van Veilingssammersbrug moesten de bedrijven ontsloten worden. Daartoe werd het smalle strijppad, dat toen ook al verbinding met Rijswijk had, verbreed voor autoverkeer. De druiventeelt was in de vijftiger jaren sterk teruggelopen. In 1968 oogstte mijn vader zijn laatste druiven en kon ik ook het laatste deel van het bedrijf overnemen. De laatste druivenkassen werden gesloopt, de binnensloot gedempt en bebouwd. Zo ontstond een aaneengesloten bedrijf met stukjes en beetjes opgebouwd... met tussengevels en veel paden. Er werd alleen nog tomaten en sla geteeld. Het bestuiven van de tomatentrosjes werd met trillers gedaan. Dat kostte veel tijd... Later werd dat overgenomen door de hommels. Ook hoefden we niet meer te sjouwen met zware manden vol tomaten, want met buisrailkarren werd het werk een stuk lichter. In grote bakken werden de tomaten naar de schuur gebracht, waar ze in drie kleuren werden uitgesorteerd. Onze zoon René werd in 1984 mede-firmant. Veranderde teeltwijze, stijgende stook- en arbeidskosten. En de slechte infrastructuur deden ons zes jaar later besluiten het bedrijf in zijn geheel te vernieuwen. Na ploeteren en hard werken mocht het resultaat gezien worden. Het werd een modern computergestuurd bedrijf dat voldeed aan de eisen van de tijd. Nog tien jaar werd het door vader en zoon met twee vaste medewerkers gerund. Er werd overgeschakeld van losse naar trostermaten. In 1999 werd het bedrijf, exclusief de woningen, verkocht aan de gemeente Den Haag ten behoeve van woningbouw. Op de plaats waar drie generaties hun brood verdienden, zien wij inmiddels mooie woningen staan. Onze zoon René heeft met twee collega's een doorstart gemaakt in de Brabants zomeren en telen er de overheerlijke al onbekende Tommy's snoeptomaatjes.